Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag ga ik weer een megadoos openen. Ja, ik heb weer een beetje lopen spelen. Beetje maar. Megadoos. Het is een 6. Het is een 6, 6, 6. Wat zal ik krijgen? Ik weet het niet. Maakt me niet uit wat ik ga krijgen. Want ik ben overal wel blij mee. Tik. Bibi. Oké, 3, 2, 1. Oh, gadget van Nita. Yes! Die wou ik echt super graag, want ik heb ook hyperbeer. Yes! Yes, 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 yes. En ook token voor dubbelaar. Even een screenshotje. Let's go. Boom. Nog 15 tiers voor de volgende. Ik heb nog maar 3 megadozen. Maar. Oké, wacht. Ik ga even iets uitrekenen hoor. 1 tier, 2 tier, 3 tier, 4 tier, 5 tier, 6 tier. Ja, oké, nog 6 tiers, dat is 51 tiers en dan heb ik nog deze. Ik weet het niet. Ik ga denk ik, als ik slim ben, ga ik wachten tot de volgende Brawl Pass. Tenzij ik deze heb uitgespeeld, als ik hem heb uitgespeeld, dan ga ik hem wel kopen. Maar anders niet. Check dan wat voor beloningen ik erop heb. Wow. Maar Gil wil ik ook wel graag. Maar ja, dan wil ik eigenlijk ook wel als een skin. Anders heb je er ook niet zoveel aan. Nou, dan heb je er wel wat aan. Alleen dan is het gewoon minder cool. Alleen ik heb lekker gadget. En boom. En ik heb al mijn opdrachten gedaan. Dat is ook zo. Lekker gadget. Met hyperbeer. Nou, Nita is ook helemaal max. En nou, Primo is ook helemaal max. En Bo... nog niet. Nee, Bo moet ik nog sterker voor. Maar daar heb ik ook gadget van. Nou ja, dan was dit het weer voor deze... Nee, dat was het niet voor deze video. Ik ga even met dynamiek. Even een potje lekker met dynamiek. Ik weet niet waarom, maar... dat het gewoon grappig is. Ik heb geen dynasprong, maar... boeien. Hij heeft dus al de hele Brawl Pass. Ik denk dat hij hem voor een deel heeft gejammed of zo. Of ik heb gewoon te weinig gespeeld. Dat kan ook. Oh, ik heb gewoon voor het eerst met Dynamike een moord is weggejaagd. Wow. Oh shit. Beam. Oh, ben ik nou zo goed of ligt het gewoon aan die Mortis dat hij gewoon zo dom is? Ik denk dat het gewoon aan hem... Nee, lach, kakzooi. Oké, weet je dynamiek? I hate you. Dat is niet waar. Ik ga gewoon nog een potje knokbal. Dat is leuk. Daar is hij ook beter in, denk ik. Niet. Beam. Ben ik goed met Dynamike? Laat het weten in de comments als die hopelijk aanstaan. Ik denk het... ja, op zich wel, maar ook weer niet. Let's go. Waarom zou je trickshots doen? Dat vind ik echt altijd zo naar als mensen gewoon voor het doelstel gaan staan en dan gewoon... gekke dingen doen en dan uiteindelijk scoren ze alsnog niet. Dat is echt zo naar altijd. Nou, we scoren wel. Let's go. Ja. Nou, Dynamike ook weer bijna rang 22. Nou, even opnieuw hopelijk. Please, Mortis. Oh, pak. Nou, oké, nog even een potje doen. Ik wil wel nu even Dynamike rank 22 ook. Dat is gewoon cool. En hierna ga ik denk ik Jesse pushen of zo. Want die had ik ook al 571 trof of zoiets. I don't know. In ieder geval... ja, dat.
Kakzooi. Huts. Zag hem dan lekker spezen. Wat de hel doet deze Mortis eigenlijk? Hoe knijt er Noob doet? Scoorde die? Nou. Oh my god. Wat een zware bot. Nog een keer met Dynamike. Ik wil hem nu rang 20. Rang 22 bedoel ik. Please gun hem, broeder. Huts. Oké, ben ik nou gewoon zo slecht? Ik denk het wel. Wauw. Maar wat het nare is in Dynamike, iedereen kan zo makkelijk je schoot ontwijken. Nee! Kwalalalalak! Kwakzooi. Waarom ben ik met Dynamike gegaan? Ik haat eigenlijk Dynamike, kom ik achter. Nope, hier komt even niks van in. Hier. Waarom haal ik steeds min? Ik begrijp dit niet. Nou weet je, doei doei, tot bij de volgende video. Wauw.